Okay. Tot ik voor de eerste keer een klant had. Hij gaf me echt een keiharde klap aan je gezicht. Ik had altijd hoop dat hij zou veranderen. En ook, hoe voel je je? Heel erg zenuwachtig. Ja? Ja. Waarom ben je zenuwachtig? Omdat ik toch bang ben dat mijn ex mij herkent. Maar dat is na al die jaren dan nog steeds een angst? Ja, zeker weten. Vooral omdat ik aangifte heb gedaan, ben ik bang dat hij toch wraak gaat nemen. Wat heeft je doen besluiten om het nu wel te vertellen? Heel veel meisjes zitten nog in de prostitutie of zijn er al uitgekomen, maar durven geen aangifte te doen omdat ze bedreigd worden. En dat begrijp ik. Ik ben ook bedreigd, maar ik heb het wel doorgezet. Uiteindelijk krijg je er toch veel meer voor dan je hoopt. Anouk, een meisje dat eigenlijk heel gewoon is en net als alle gewone meisjes de aandacht van jongens zoekt. 10 jaar geleden krijgt ze die aandacht van Mo. Anouk heeft dan geen flauw idee van het onheil dat haar nog te wachten staat. Mo is een loverboy. Dus vond ik hem een engert, maar daarna had ik hem beter leren kennen. En toen dacht ik, nou, een leuke jongen. Wat trok jou zo aan in Mo? Hij was zo macho. Ja, was hij een macho figuur? Ja, hij deed echt waar hij zin in had. En ja, hij deed leuke dingen. Zoals? Uitgaan, alles wat ik niet kon. En dat vond ik zo leuk aan hem. Want uit wat voor thuissituatie kom je? Ik heb een hele moeilijke jeugd gehad en mijn ouders waren heel streng. Ja, ik wou mijn eigen gang gaan en hij was degene die mij kon helpen, zei hij. Waar wilde je dan mee helpen dan? Om vrij te zijn. Weg te gaan van huis en ja, leuke dingen doen. En, dat wou hij mij mee helpen. Anouk gaat met Mo samenwonen. Maar al snel verdwijnen alle mooie beloften. Na een gezellig avondje uit, krijgt ze ineens een andere kant van Mo te zien. Hij gaf me echt een keiharde klap in mijn gezicht en ik schrok ervan. Toen zei hij, jij gaat de hele weg naar huis niet praten. En ja, eenmaal thuis lag hij op de bank alsof hij een koning was of zo. En in één keer stond hij op, trok me aan mijn haren naar de gang. En ja, ik schrok me echt kapot. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik zou zeggen, dan ga je toch gewoon weg? Ik was afhankelijk. Ik zat er al te ver in. Ik zat al bij hem. Ik durfde niet naar huis te gaan. En ik denk dat dat mijn eerste fout was, om niet naar huis terug te gaan. Als Anouk helemaal afhankelijk is van Mo, komt de volgende stap. Mo vraagt een vriendin om in te praten op Anouk. Of ze wil werken in de prostitutie. Die vriendin overtuigt haar. En dan stelt Anouk zelf voor om in de prostitutie te werken. En Mo? Die vindt het natuurlijk geen probleem. Hij heeft mij toen gebracht en dat toen zei hij dat hij van mij hield en dat ik rustig moest blijven en dat alles goed kwam en dat soort dingen. Begon hij allemaal dingen te beloven. En kun je je dat nog herinneren? De eerste dag dat je ging werken? Ja, heel goed. Ja, dat was echt een hele moeilijke dag. Ja. Wat kun je je daar nog van herinneren? Dat ik voor de eerste keer een klant had en dat ik me zo vies voelde en dacht, wat doe ik hier? En het is niet een punt geweest dat je achter de ramen stond, dat je dacht, nu gaat het echt te ver. Nu sta ik zelfs achter de ramen. Nou, dit ben ik niet. Ik kap hier mee. Ik ga hier weg. Nee, ik kon ergens naartoe. Wie wou mij nog hebben? Hoe lang heb je uiteindelijk voor Mo gewerkt? 4 jaar in totaal. En je hebt al die tijd alleen voor hem gewerkt? Nee, hij heeft mij ook in de tussentijd verkocht aan iemand anders. Verkocht? Zo gaat het in dat wereld. Ben je iemand wat schuldig en kan je je meisje doorgeven aan iemand anders om je schuld af te betalen. En waarom wilde hij jou dan verkopen? Omdat hij schuld bij die jongen had. En hij dacht dat ik op deze manier die geld terug kon verdienen voor hem. Anouk gaat werken voor een andere pooier. Maar dan komt ze Mo tegen en wordt weer verliefd op hem. Ik dacht, oh wauw, hij was zo leuk. En deed hij zo lief en charmant. En ja, toen ben ik teruggegaan naar hem. Ja, dat is zo raar. Ja, dat kan niemand begrijpen. En dat begrijp ik ook. Want heel veel mensen zeggen tegen mij, hoe kan je dat doen? Ja. Maar ik verlangde naar iemand die van mij hield, of dat hij van mij zou houden en dat hij voor mij zou zorgen. En daar verlangde ik naar. Ja.
Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, ja, maar die meiden die in een loverboy trappen, dat zijn gewoon hele domme en naïeve meisjes. Ik begin tot meisje, maar ik ben wel heel naïef geweest. Ik had altijd hoop dat hij zou veranderen en dat hij zijn belofte na zou komen. En daar had ik echt steeds hoop in.